Volgende week is het zover. De nucleaire top komt naar Den Haag. En dat heeft heel wat voeten in de aarde. Zo slapen veel gasten in het Kurhaus in Scheveningen. Er mag niet gezwommen worden in de zee en ook het vliegeren is op het strand van Scheveningen verboden. Nee, dat klopt. Dat hadden we inderdaad gehoord, ja. Ja. Dus ik dacht, pak nu nog even mijn kant. Ja, we hadden gehoopt op iets meer zon, maar die komt misschien nog wel. Nee, ik vind het één grote poppenkast. Ja. Mogelijk, ja. Ja. Om? Nee, maar ze overdrijven zo, weet je wel. Je kunt best het boel een beetje afzetten of zo. Ik vind het niet onbelangrijk. Ik vind het wel oké. Ik vind het wel oké. Ik denk toch wel dat je zo een beetje bij elkaar moet communiceren van hoe en wat in de wereld. Toch? Ja, God, er is een heel erg gedoe over, maar we moeten het gewoon maar even zien. Ja, ze nemen het blijkbaar heel erg serieus. Ik weet niets over het vliegeren, daar heb ik niks van gehoord. Nee, dat mag ook niet, nee. Ook niet. En ook niet zeilen. Pot, verdikke me. Niet zeilen. Dan missen we dat, Lee. En dan? Ja. Een rolschaatsen wel, hier over de boulevard. Nee, nee. Wil je ook iets met ons delen? Laat het ons weten op de Facebookpagina van Omroep West. En like en share. Tot morgen!